De HVA die heeft een studentenpanel, want het is natuurlijk belangrijk dat iedere student hier gehoord wordt. En Nadia en Virgil, die zitten in dat studentenpanel. Virgil, wat is het studentenpanel precies? Het studentenpanel is een grote groep HVA-studenten die jaarlijks meedoen aan onderzoeken. En die onderzoeken die gaan over een grote scala aan diverse onderwerpen. Te denken valt aan bijvoorbeeld studentenwelzijn, hoe studeren we tijdens de coronaperiode. En waarom is het nou zo belangrijk om in een studentenpanel te zitten? Het is belangrijk omdat je een aantal keer per jaar je mening kunt geven. Die wordt gehoord door de HVA en de HVA gaat hier vervolgens mee verder om de dienstverlening aan te passen. Waarom ben jij lid van het studentenpanel? Ik ben lid van het studentenpanel omdat ik het belangrijk vind om mijn mening te kunnen geven. En nog belangrijker dat de HVA er ook naar luistert. En het is ook heel leuk om de resultaten weer terug te zien op de website. En daarnaast is het ook leuk dat je kan sparen voor punten die je later weer kan uitgeven met een voucher. Kan je een voorbeeld noemen van iets leuks dat je hebt gekocht van de bonnen? Ja, een van de voorbeelden is een leuke game die mijn broertje heel erg leuk vindt. Die heb ik voor hem gekocht. Dus, daar was hij heel blij mee. Ah, wat lief voor je broertje. Vind ik echt leuk. Wat was een belangrijk onderwerp dit jaar waar jij je oordeel op over mogen geven? Ik denk dat op dit moment toch wel het belangrijkste onderwerp is geweest dat van corona. Op het moment dat wij daar een antwoord op hadden gegeven en onze mening hebben gegeven, nou hoe zit het nou eigenlijk, merk ik toch wel dat docenten en coaches toch nadrukkelijker vragen van hoe gaat het nou echt met je, weet je? En hoe pak jij je studie aan nu je thuis moet werken? Hoeveel tijd kost het om lid te zijn bij het studentenpanel? Het lid zijn kost eigenlijk helemaal geen tijd. Het enige waar je een beetje tijd in moet steken is het invullen van de vragenlijst. En je vult het in je eigen tijd, dus het is ook niet zo dat je ergens echt aan vast zit. Dus eigenlijk helemaal aan jezelf of je dat wel of niet zou willen doen. Maar de belangrijkste vraag, hoe meld je je aan voor het studentenpanel? Dat kan op de site van de HVA. Ga daarvoor naar hva.nl/studentenpanel en schrijf je in.